Goedemorgen Drenthe. Vandaag staat Anja voor ons klaar voor de warming-up. Doet u met ons mee? Goedemorgen allemaal. We zijn hier weer voor de warming-up van Drenthe Beweeg Samen. Hebben we er weer zin in? Dan gaan we gauw beginnen. We gaan straks 4 passen naar voren, 4 op de plaats en dan terug. En we kunnen ook meedoen op de stoel, net als Bea. Eén, twee, daar gaan we. Loop. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nou, dat schiet mooi, dames. Ik zeg, gas voor deur. We doen de armen erbij. En 1, 2, 3, 4. Armen omhoog. Via zij weer laag. 1, 2, 3, 4. Armen omhoog. En we komen op de tenen. En weer laag. En dan op de hakken proberen. Als het niet gaat, hoeft het niet, hè. We gaan het proberen. Lukt het niet? Geen probleem. Doe wat kan. Nou, dan komt hij nog één keer dan. Op de tenen. Laag. Op de hakken. Stap op de plaats. Prima. We gaan verder met de knie op. 1, 2, daar gaan we. Op, 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 op. Recht naar voren, de heupen rechts, handen bij de schouders. Voor, duw. We proberen armen en benen tegelijk. Als het niet goed gaat, mag ook eerst alleen de benen. En dan proberen we later de armen er weer bij. Heel goed, we doen er nog 4, 3, 2. Tik zij, 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 zij. Voeten onder je lijf en tik om en om zij met de tenen. Handen bij de schouders, armen gaan mee. Zij, zij. Proberen armen en benen tegelijk. Zo, ik word al warm. Jullie? 4, 3, 2. Stap op de plaats. Mooi, we gaan 4 passen naar voren. En dan 2 keer de knie op. 1, 2, daar gaan we. Loop. 2, 3, 4. Knie op. Knie op. 1, 2, 3, 4. Knie op. Knie op. Als het lukt, doen we de armen er weer bij. Hup. Hup. 1, 2, 3, 4. Knie op. Knie op. 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 1, 2, 3, 4. Hetzelfde zij. 1, 2, 3, 4. Tik zij. Tik zij. Zij, zij. Nou, dit is een mooie start van de dag weer, dames en heren. We zijn er bijna. Hup, we gaan nog 1 keer naar voren. Hup, hup. En de laatste terug. En stap uit. Nou, goed gedaan hoor. De warming-up zit erop. We gaan door met onderdeeltje kracht. Goed zo, we gaan even op de stoel zitten. Dan gaan we het onderdeeltje kracht. We doen de armen en de benen. We beginnen met de benen. Voor op de stoel. En we buigen een beetje voorover. En dan gaan we een klein beetje opstaan. En weer terug zitten. Opstaan. We krijgen bijna een kopstoot. En als we gaan zitten, mag je niet ploffen. Dus we mogen jullie niet horen in de huiskamer. En hier ook niet. Gelukkig hebben we zachte stoelen hier, dat scheelt. Nog 3. 2. Voel het al een beetje. 1. In de beentjes. Oké, beentjes krijgen even rust. Gaan de armen opzij. Zo. Nooit hoger dan de schouders. Altijd onder schouderhoogte houden. Keurig. Yes. En 1. Oké. Gaan we weer opstaan, maar nu helemaal. Komt-ie. 5, 6, 7 en op.
Staan en weer terug. Rustig zitten. En op. En rustig zitten. Niet ploffen. En als u alleen maar tot halverwege komt, is het ook goed, hè? En die gewichtjes zijn ook niet nodig. Mag. Hoeft niet. En nog drie. Twee. En de laatste alweer. Heel goed. Nou, gaan de armen weer opzij. Op. En terug. Op. En terug. Maar goed, zo drie. Blijven lachen, hè? Ja, oké. Oké, gaan we nog één keer opstaan. Komt-ie. Op. En weer zit. En op. En zit. Mogen het niet horen, hè? Rustig zitten. Stevig in de grond. Drie. Twee. Eén. Als u dit nou dagelijks even doet, een paar keer opstaan uit de stoel, dan houden we de beentjes lekker sterk. Dit was het onderdeeltje kracht. En we gaan weer door naar de volgende ronde. Allemaal bij blokje coördinatie. We gaan stapvormen doen. We beginnen op de plaats. Zometeen gaan we een V-stap doen. Ik tel 4 tellen vooraf en dan stappen we breed naar voren. 1, 2, 3, 4. Breed en terug. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Stap, stap en terug. Nog twee. En terug. Laatste. Gaan we op de plaats. Hartstikke goed. Gaan we zo de andere kant beginnen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Breed, breed en terug. Hartstikke mooi. Wordt lekker doorgestapt. Blijft u mee thuis. Nog twee. Laatste. Weer op de plaats. Hartstikke goed. Gaan we zo 4 links eerst, 4 rechts eerst. Mag zelf weten welke kant u begint. 1, 2, 3, 4. Stap. 2, 3 en 4. Gaan we zo wisselen. Hop, wissel. Hartstikke goed. Laatste. En weer op de plaats. Hartstikke mooi. Gaan we tijdens de stap op de plaats een oefening met de armen doen. We leggen de handen op de schouders. En gaan we zo naar voren. Komt-ie. Voor, terug. Voor, terug. Hartstikke goed. Lukt het met de schouders? Anders doet u de beweging wat kleiner. Nog twee. En de laatste. En de armen weer even ontspannen. Doen we zo hetzelfde, maar dan opzij. Leggen de handen weer op de schouders. Gaan we naar buiten. En buiten. Terug. Hartstikke goed. Mooi. Nog twee. Laatste. En weer op de plaats. Gaan we zo die V-stap naar voren weer doen. En dan gaan we ook de armen naar voren, wat we net hebben geoefend. Dus we leggen de handen vast op de schouders. Ga ik weer vooraf tellen. 1, 2, 3, 4. Stap. En terug. Voor. Voor. Hartstikke goed. Mooi. Nog twee. Laatste. En we gaan weer stappen op de plaats. Heel goed. Even ontspannen. Beginnen we zo met het andere been. En dan gaan we naar buiten. Handen weer op de schouders. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Buiten en terug. Laatste. En stappen op de plaats. Hartstikke goed. Mooi gedaan thuis. We gaan met de cooling down lekker wat spieren rekken. We doen één been naar voren. We zitten voor op de stoel allemaal, hè? Rechtop,
Hou de stoelpoten vast. En we gaan naar voren leunen. En je gaat zo ver dat je het voelt aan de achterkant van het been. Als je dat voelt, is het ver genoeg. En we gaan terug. Ja, wissel van been. Strek jezelf eerst op. Maak je lang. Hou vast. En we gaan naar voren. Tot je spanning voelt. Terug. Wissel weer. Nu gaan we hetzelfde doen. Strekt op, maar je trekt je tenen wat naar je toe. En je reikt in de richting van je tenen. Je hoeft ze echt niet aan te raken. Ja, en terug. Goed. Andere been. Strekken. Lang maken. En we gaan reiken. Oké, zet de voeten stevig neer. Strek uit. En we gaan de ene kant op. En we gaan de andere kant op. En wissel weer. En wissel. Ja, we gaan de één kant op en dan gaan we via voor. Zo. Tot je weer boven bent. Strek uit. En we gaan de andere kant weer langs terug. Ja. Goed, we gaan kijken zo ver als je kunt naar achteren. Kijk mee over je schouder. En we gaan naar de andere kant. Kijk mee over je schouder. En beide kanten doen we nog een keer. Gaan we wisselen. En nog een keer wisselen. Goed, we gaan ons bekken kantelen. Dat doen we zo. We zakken wat onderuit. En we strekken op. En we zakken wat onderuit. En we strekken op. En we zakken onderuit. Mooi. Ja. En nu gaan we een klein cirkeltje maken. Zo, met de heupen. Heel goed. Andere kant langs. Ja, leg je handen maar op je heupen. Zo. We gaan eigenlijk een beetje onze benen masseren. We gaan langs onze bovenbenen, onder de knieën langs en zo weer terug. En je mag een beetje druk uitoefenen. Daar gaan we. Zo, een beetje druk uitoefenen. Ja, en ondertussen luisteren we naar de tip van Esther. Heel vaak hoor ik... Dat bewegen op die stoel, dat stelt niks voor. Maar wist u dat deze oefeningen ook heel uitdagend kunnen zijn?